Monaco. Ik ben zeer benieuwd. Ik heb even een kleine pauze ingelast onder het rijden. Ik ben nu ongeveer 2 uur onderweg en ik heb nog 1,5 uur te gaan. Ik heb wel eventjes de tolwegen genomen voor de eerste keer. Want het blijkt namelijk dat als ik de tolwegen zou vermijden, zou deze reis 6 uur duren. En met de tolwegen duurt hij maar 3 uur, terwijl de kilometers hetzelfde zijn. Dus ja, dan is de keus wel heel gemakkelijk. De vorige aflevering zei ik trouwens ook dat de plek waar ik heen ging, dat het tussen Monaco en Nice in zat. Dit is niet waar. We gaan nu eerst Nice voorbij, daarna gaan we Monaco nog voorbij en daarna komen we bij Monet, heet het plaatsje. En Monet ligt 20 minuten van Monaco vandaan en het ligt ongeveer 50 minuten van Nice vandaan. Het zit echt precies tegen de Italiaanse grens aan. Zoek maar even op een landkaartje. Nou, ik ga hier eventjes kalm aan doen en dan zullen we straks het laatste stuk van de route vervolgen. Zo, en dan gaan we weer nog 1,5 uur rijden en we hebben hem gehaald. Woehoe! On the road again, on the road again, we're really on the road again. Oh, nou, we zijn aangekomen. Volgens mij zit ik hier bovenop de berg. Dus het wordt nog wel een dingetje om richting de zee te komen. Maar het ziet er hier al fantastisch mooi uit. Maar ik ga jullie eventjes laten zien hoe hoog ik ongeveer zit. Want dit is wel, dit is wel de top van het plaatsje Menton. Komt-ie. Kijk daar in de verte. Daar is de zee. Daar gaan wij nog wel even heen. Maar ik weet niet of dat vandaag gebeurt. Er zijn nog hogere bergen. Blijkbaar. Dat zal wel een soort Mont Blancje zijn. Maar wij gaan even naar de receptie. Wij gaan ons even inchecken. En dan gaan we eens even kijken waar ons campingplekje is. En dan zie je mij wel weer. Nou jongens, ik moet nog eventjes 60 cent betalen. En dan mogen wij het campingplekje op. I'm back. 60 cent. Thanks. 60 cent voor de camping. Wat wil je nog meer? Do I have a nice view? Not really. Oh. Not really. You have a little bit of a little. Oh, I have a little bit view. Yeah. Nice. If you want to go to Monaco, you will go with your car or maybe... Yeah, I will go with my car. Okay. So, the park is just there. As you see, yes. Car, so you just need to put your car there. But if you want to go to put your stuff before, you just need to put your car there and... And then I can take it here. And just after, you just need to park it. Okay. Yes, for the... Nou, het is weer helemaal voor elkaar. Wij weten wat we moeten doen. Wij gaan ons tentje even uitpakken. We gaan ons tentje neerzetten. We laten het autootje even draaien voor het koelkastje. En... komt helemaal goed. Oké. Is goed. Thank you. No. Thank you very much. Thanks. Au revoir. Nou, we gaan de auto maar in en we gaan ons tentjes eventjes opzetten. Woehoe.
Nou jongens, eerst maar even een pilsje erbij. Want het is hier weer hartstikke warm. Ik wou het anders noemen. En even een sigaartje. En dan moet ik straks ook nog een stroomkabel halen uit de stad. Of niet uit de stad. Ik moet naar een pinautomaat in de stad. Tientje pinnen. Dan mag ik een tientje borg betalen. Dan krijg ik een extra lange stroomkabel. Want anders kan ik mijn filmapparatuur niet opladen. Oh, koud bier smaakt toch tien keer zoveel lekkerder. Ik moet het er maar even voor over hebben straks. Wij zijn helemaal geïnstalleerd. Ik ga nu de stad even niet in vandaag. Het is zo waarlijk 40 graden op dit moment. En echt alles druipt me van het lichaam af. Het wordt maar warmer en warmer. Straks is het morgen of overmorgen 50 graden. Nou, weet je wat wij doen? Wij pakken een lekker biertje. We doen er een beetje citroen in. We pakken een lekker sigaartje. We hebben een heerlijk blokje kaas. En wij gaan ons wel vermaken op de camping vandaag. En morgen, voor jullie zometeen, ga ik naar Monaco. Proost op de vakantie. Ik heb me bedacht, ik ga toch nog even menthon in. Want de biertjes in mijn koelbox willen maar niet koel worden. En misschien hebben ze hier nog wel een leuk terrasje. Maar man, oh man, ik zit op een berg, wat ik al zei. Wat moet ik een trappen naar beneden hier? En weet je wat het ergste is? Ik moest er straks ook weer omhoog. Woehoe! Dat wordt feest. Mooi man. Nou, we zijn in ieder geval bij het strand aangekomen. Kunnen we daar nog even lekker van genieten? Heerlijk, de Middellandse Zee, jongens. Met de voetjes in het zeewater. En nu heb ik aan zee ook al een terrasje gevonden. Ik ga even een pilsje bestellen. On top, I have Grimberg and Blom. And Pietra... Yes. Do for me the Grimberg and Blom. Jongens, wat een uitzicht heb ik hier. Kijk eens. Prachtig. Dit is toch geweldig. Ik word hier helemaal vrolijk van. Maar ik ben de hele vakantie al vrolijk. Proost. Tot Monaco. En nu echt. Morgen gaan we. Zometeen die trappen nog erop. Oh. Let's get down, bed. Give you one more night, heaven. We've had a million, million nights.
Nou jongens, we zijn er. Aangekomen in Monaco. Het allereerste wat ik even ga doen, wat ik natuurlijk altijd doe als ik een mooie stad bezoek, eerst even een terrasje opzoeken en even tot rust komen. Ik zie jullie zo. Nou, ik heb hem gevonden hoor. Ons eerste terrasje, de VIP Lounge. We gaan hier maar even een lekker pilsje pakken. Wij gaan na ons welkomstbiertje maar eens eventjes kijken naar het Casino van Monte Carlo. Dit moet een van de allermooiste plekken zijn qua casino's. We gaan het zien. Zoals je ziet zijn ze blijkbaar ook weer wat nieuwe gebouwen aan het neerzetten. Ze hebben er blijkbaar nog niet genoeg hier. Dit is het wereldberoemde casino van Monte Carlo, daar waar mensen met de allerduurste auto's naar binnen treden. Het is prachtig om al deze mooie auto's te zien. En het is alleen een beetje jammer dat het alweer 50 plus graden is. Grapje natuurlijk, het is net iets boven de 30, maar Jampie zweet zich het naadje. Kijk echt mijn ogen uit hier in Monaco. Echt, we hebben hier boten met een mooie helikopter erbovenop. Nou, het is werkelijk geweldig. Super om te zien. Leuk feitje, wist je dat Monaco het op één na kleinste land van heel de wereld is? Op Vaticaanstad na. I
Vanwege alle hitte is het nu even tijd voor een slush puppy. Even lekker verkoeling opzoeken. Nou, het paleis van de prins kom ik niet in, dat had ik al wel weer gedacht. Nu hebben ze hierachter wel een dierentuin. Die gaan we eens even kort bekijken zo. Alleen, we moeten even wachten tot het 2 uur is, want dan gaat het kringetje pas open. Dus, tijd voor lunch en een drankje. Want ook dat moet gebeuren in deze warme dagen. Een lekker broodje zalm. Ham, ham. Nou, we zijn nu aangekomen in de dierentuin van de prins van Monaco. Ik ben heel benieuwd hoe hij de dierentuin bevolkt heeft. We gaan eens even kijken. Dat was een leuk kijkje in Monaco. En vergeet even niet te abonneren, jongens. En een belletje. Nou, maar weer even op zoek naar de lokale super. Want Jampie gaat weer wat vlees op de grill gooien. Nou, ze hebben hier heel wat. Maar, we zien het al. Wij pakken 2 steekjes. Dat lijkt me wel weer genoeg voor vandaag. We gaan de boel even afrekenen en je ziet mij weer op de camping. Ja, het is heerlijk hier. De Middellandse Zee. En ik moet hem natuurlijk nog even in. Verkoeling, dat is wat we nodig zijn.
morgen gaan we naar Genève in Zwitserland. Ja, we komen heel wat landen in zo. België, Frankrijk, Monaco, Italië bijna. 40 minuten loopafstand vanaf hier. En morgen zitten we in Zwitserland. Dus even een pilsje halen snel in Frankrijk. Want in Zwitserland is dat natuurlijk tergend duur. Ik zie jullie morgen. Proost. En voor jullie is dat volgende week. Tot dan.